Mark chapter 10, verses 17 through 22. Dus Markus 10, 17 tot 22. Would you like to just read it? Sure. Yeah. En toen hij op weg ging, liep iemand op hem toe, viel op de knieën en vroeg hem: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Ge kent de geboden. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis geven. Ge zult niets ontvreemden, eer uw vader en moeder. Hij zei tot hem: Meester, dat alles heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen en ge zult een schat in de hemel hebben. En kom hier, volg mij. Maar zijn gelaat betrok bij dat woord en hij ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. Mark's gospel unfolds with an almost tangible sense of urgency. Het evangelie van Marcus dat gaat heel snel met een enorme, alsof er iets zeer dringends, urgents was in het hart van Marcus. The events in Mark's gospel come with almost rapid fire succession. Zie de gebeurtenissen in het Marcus evangelie volgen elkaar op als een soort machinevuur. And oftentimes in Mark's gospel we will see an individual confronted with the claims of Christ. We zien ook verschillende keren dat individuen in aanraking komen met datgene dat Christus zegt. And this individual is faced with a decision. What will he do with the claims of Christ? En dit individu, deze persoon, wordt nu de vraag voorgelegd: wat ga je doen met wat Christus zegt? And I think it's interesting in Mark's gospel that as we read it, we find ourselves being drawn into these situations. En het is interessant om te merken dat als je Marcus evangelie leest, word je zelf binnengezogen in deze omstandigheden. And we find ourselves posed with the same question. En deze vraag komt dus ook op ons af. What will we do with the claims of Christ? Wat zouden wij doen met deze claims die Christus heeft? How will we respond to the claims that he makes of himself? En hoe gaan wij om met datgene dat hij over zichzelf beweert? And the claims that he has on our lives. En ook de claim die hij heeft op ons leven. So in this account we read of the man that we call the rich young ruler. En het gaat hier dus over de gelijkenis of het gesprek met de rijke jongeling. And the first thing that I would like us to notice about this rich young ruler is his sincerity. Het eerste dat we moeten over hem opmerken, dat is zijn oprechtheid. He was very sincere. Hij was zeer oprecht. He was not like the man in Luke chapter 10 that was trying to trap Christ. Niet als de man in Lucas 10 die Christus in de val probeerde te lokken. This man was sincerely wanting to know the answers to his question. Deze man wilde oprecht een antwoord op zijn vraag. We see his sincerity from his eager approach. He ran up to Christ. We weten dat hij oprecht was, omdat hij op Christus afrende. From the kneeling posture, he knelt down before him. En hij knielde voor hem neer. The formal address he gives to Christ. En ook dat hij hem zo met respect aanspreekt. He says, good teacher. Goede meester. And then the weighty nature of his question. En ook de aard van zijn vraag. What must I do to be saved? Wat moet ik doen om behouden te worden? This man was very sincere. Deze man was zeer oprecht. But he was sincerely wrong. Maar hij zat er ook in alle oprechtheid naast. Notice the question that he asked. Kijk naar de vraag die hij stelde. What must I do to be saved? Wat moet ik doen om behouden te worden? The question that this rich young ruler asked betrays in this man a certain sense of pride in human achievement. En daarmee verraadt hij een bepaalde trots, een bepaald verlangen om als mens iets tot stand te kunnen brengen. He thought that there was something that he could do to earn salvation. Hij dacht dat hij iets kon doen om de verlossing te verdienen. He thought he could achieve it on his own good works. Hij dacht dat hij het kon verdienen met zijn eigen goede werken. By his own merit. Door zijn eigen goedheid. By his sincerity. Door zijn oprechtheid. What must I do to be saved? Wat moet ik doen om behouden te worden? But this contradicts what Jesus said just a few verses before. Maar dat is in tegenspraak met wat Jezus een paar versen eerder had gezegd. In verse 15, Jesus says, "Assuredly I say to you, whoever does not
receive the kingdom of God as a little child will by no means enter it. Want in vers 15 van Marcus 10 had Jezus gezegd, voorwaar ik zeg u, wie het koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. Salvation is not something that we earned. Het heil is niet iets dat wij verdienen. There is no amount of good works that we can do to earn God's favor. Goede werken zullen nooit toereikend zijn om Gods gunst te verdienen. But most people today have this general idea. Maar veel mensen, de meeste mensen vandaag hebben dat idee. That if my good deeds outweigh my bad deeds, that God will accept me. Dat zolang mijn goede daden maar opwegen tegen mijn slechte daden, dat God me dan wel zal aanvaarden. As long as I try to be a good person. Zolang als ik maar mijn best doe om goed mens te zijn. I can earn God's favor. Dan kan ik Gods genade, Gods gunst verdienen. But this is completely contrary to the testimony of Scripture. Dat gaat regelrecht in tegen het getuigenis van de Schrift. There is nothing that we can do to earn God's favor. Er is niets dat wij kunnen doen om Gods gunst te verdienen. We are not going to impress the creator of the universe with our good works. We gaan toch echt geen indruk maken op de schepper van het universum door onze goede werken. How arrogant of us to think that we can just help little old ladies across the street and God will be impressed with that. Denk je nou echt, wij zijn zo arrogant dat we oud vrouwtje naar de andere kant van de straat helpen en dat God daar onder de indruk van is? Isaiah says that our works are as filthy rags before a holy God. Isaiah zegt dat onze goede werken zijn als vuile kleren voor God. That is a very gross expression in the Hebrew language. En dat is een vrij harde, een vrij grove uitdrukking zelfs in het Hebreeuws. Our good works are meaningless before a holy God. Ja, onze goede werken betekenen niets voor een God, voor een heilig God. There is nothing that we can do to be saved. Wij kunnen niets eraan doen om behouden te worden. No matter how sincere we may be. Hoe oprecht wij ook zijn. Salvation is a gift and it must be received. De verlossing, de behoudenis is een gave en we moeten die gave ontvangen. So this man was sincere. But he was sincerely wrong. Deze man was oprecht, maar in al zijn oprechtheid zat hij ernaast. And look at verse 18. En dan kijkt u even naar vers 18. Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good except one, that is God." En Jezus zeide tot hem, "Waarom noemt gij mij God? Niemand is goed dan God alleen." And we will come back to this verse in a little bit. We komen daar later nog even op terug op dit vers. And now look at verse 19. We kijken nu naar vers 19. Jesus says, "You know the commandments." Jezus zegt daar, gij kent de geboden. Do not commit adultery. Ge zult niet echt breken. Do not murder. Ge zult niet doodslaan. Do not steal. Ge zult niet stelen. Do not bear false witness. Ge zult geen vals getuigenis geven. Do not defraud. Ge zult niet ontvreemden. Honor your father and mother. Eer uw vader en moeder. And so Jesus responds to his question by citing the Decalogue. Dus Jezus beantwoordt zijn vraag door de 10 geboden te citeren hier. He cites the 10 commandments. Hij citeert de 10 geboden. There was a trend that began in most churches about 60 years ago. Een jaar of 60 geleden is er een trend ontstaan in veel kerken. Most preachers began to abandon the preaching of the law. Dus namelijk dat de meeste predikers niet meer prediken over de wet. As the reason to come to Christ. Met als reden om tot Christus te komen. Preachers began to be afraid to make people uncomfortable. De predikers zijn namelijk bang geworden om mensen zodanig te benaderen dat ze zich niet meer op hun gemak voelen. They wanted to soften the gospel. Dus ze willen het evangelie wat draaglijker maken. Soften the claims of Christ. De claims van Christus wat afzwakken. Make church more entertaining. En de kerk moet wat vermakelijker worden. More welcoming to people. En moet meer openstaan voor de mensen. We'll soften the gospel to grow our churches. We zwakken het evangelie af om de kerk te laten groeien. They did not want to call people sinners. En men wilde mensen niet langer zondaren noemen. Psalm 19 verse 7 says that the law of the Lord is perfect for the conversion of the soul. Psalm 19 zegt dat de wet des Heren volmaakt is dat het de ziel behoudt. So again, the law of God is
perfect. It is designed to convert the soul. De wet des Heren is volmaakt en hij is gemaakt om de ziel te behouden. So when preachers began to abandon the preaching of the law, en toen dus de predikers 60 jaar geleden niet meer over de wet wilden spreken, they had to come up with a new reason to get people to come to Christ. Ze moesten dus een nieuwe reden geven voor mensen om tot Christus te komen. And so the reason that they chose was life enhancement. Zie, de reden die ze, het motief om tot Christus te komen, dat werd toen dat je leven er beter op werd. Jesus will give you a better life. Jezus geeft je een beter leven. Your life will be better with Christ than without it. Je leven zal beter zijn met Christus dan zonder Christus. He will meet your needs. Hij voorziet in jouw noden. He will give you happiness. Hij maakt je blij. He'll give you joy. Geeft je blijdschap. He'll give you a better job and a nicer home. Geeft je een betere baan, een mooier huis. Prosperity preachers today say that God will heal your body. De voorspoedpredikers die zeggen, Christus gaat ook jouw lichaam genezen. He'll make you wealthy. Hij maakt je rijk. If you'll just come to Christ. Als je maar tot Christus komt. When you abandon the one thing that God says is perfect for the conversion of the soul. Als je dat ene negeert, namelijk de wet die gemaakt was om de ziel te redden. You have to come up with these superficial reasons for people to make decisions for Jesus. Dan moet je met andere redenen komen, oppervlakkige redenen voor mensen om toch tot Christus te komen. And that type of preaching today is rampant in the churches. En deze manier van prediken vind je overal terug in de gemeenten van Christus. Preachers used to preach the law of God. De predikers hadden de gewoonte altijd om de wet van God te verkondigen. To bring about a knowledge of sin. Om de mensen daarmee een besef van zonde te doen krijgen. The apostle Paul said, were it not for the law, I would not know sin. Paulus zegt namelijk, door de wet heb ik de zonde juist leren kennen. Ik had de zonde niet leren kennen, tenzij door de wet. It's the law of God that brings about an acknowledgement, an understanding of sin. Het is de wet van God die bewerkt dat wij de zonde leren kennen. We must realize that we are sinners. We moeten ons realiseren dat we zondaren zijn. That we have lied. Dat we gelogen hebben. That we have stolen. Dat we gestolen hebben. That we have used God's name in vain. Dat we Gods naam ijdel gebruikt hebben. That we are adulterers. Dat we overspeligen zijn. Because Jesus says, if you look at a woman with lust, you've committed adultery already in your heart. Jezus zei namelijk, als je een vrouw aanziet om haar te begeren, heb je in je hart al overspel met haar gepleegd. So all of us have broken the laws of God. Wij allen hebben de wet van God overtreden. And just like when we break laws here on this earth. En net zoals als we hier de wet overtreden op aarde. There is a penalty to be paid. Dan moeten we daarvoor een straf betalen. How much more so when we break the laws of the eternal God. En hoeveel te meer dan als we de wet van de eeuwige God overtreden. But because we have sinned against the eternal God. Maar juist omdat we hebben overtreden tegen de wet van de eeuwige God. The punishment of that sin is also eternal. Zal ook de straf op die zonde eeuwig zijn. To give you an illustration of the modern way of preaching. Ik ga je een voorbeeld geven van de moderne prediking. This is an illustration that the evangelist Ray Comfort gives. Dit is een voorbeeld dat de evangelist Ray Comfort wel eens geeft. Ray Comfort says, imagine an airplane, and on this airplane we have two passengers. Ray Comfort zegt, stel je voor dat we een vliegtuig hebben en in het vliegtuig zitten maar twee passagiers. The stewardess comes down the aisle and she comes to the first passenger. De stewardess loopt het middenpad af en ze komt bij de eerste passagier. And the stewardess hands the first passenger a parachute. En de stewardess die geeft dan de eerste passagier een parachute. And she says, here sir, here is a parachute. This will make your flight more comfortable. En dan zegt ze, meneer, hier is een parachute en met deze parachute gaat uw vlucht wat geriefelijker. Now, our first passenger is a bit confused by this. En deze eerste passagier raakt een beetje in de war. Because he cannot imagine how a parachute could possibly make his flight more comfortable. Hij kan zich niet voorstellen hoe een parachute zijn vlucht wat comfortabeler maakt. But she assures him that it's true. Maar ze verzekert hem dat het echt waar is. And so, in an experimental fashion, en op een manier dat hij echt kan ervaren, our first passenger puts on the parachute to see if the claims are really true.
Deze passagier wil weten of het waar is. En daarom doet hij die parachute aan. So he puts on the parachute. Hij doet die parachute om. But before long he notices that he's not comfortable at all. Maar dat zit helemaal niet zo gemakkelijk. The parachute is heavy on his shoulders. Zie, die parachute is zo zwaar, die rust zwaar op zijn schouders. He's uncomfortable in his seat. En hij voelt zich helemaal niet meer zo gemakkelijk in zijn stoel. The parachute is not making his flight more comfortable at all. Zie, die parachute maakt zijn vlucht helemaal niet geriefelijker. In fact, it's making it very uncomfortable. Het maakt het helemaal zeer ongeriefelijk zelfs. And after a few minutes he notices that some of the other passengers are pointing at him and laughing. En sommige anderen lachen hem uit. They ridicule him for wearing a parachute. Ze bespotten hem omdat hij een parachute om heeft. And so then the passenger slumps in his seat. Dus die passagier die valt terug in zijn stoel. He takes the parachute off. Neemt de parachute weer af. And he throws it to the floor. En gooit hem op de grond. As far as he is concerned, the stewardess told him a lie. Wat hem betreft heeft de stewardess hem een leugen verteld. The parachute did not make him more comfortable. De parachute heeft hem niet geriefelijker gemaakt. And other people mocked him. En anderen lachten hem zelfs uit. He was told a lie. Dat was hem een leugen verteld. And yet what do most modern preachers tell people today? Maar wat zeggen de meeste moderne predikers vandaag de dag tot hun mensen? They tell them the exact same thing. Ze zeggen hen precies hetzelfde. Put on the Lord Jesus. Doe de Heere Jezus aan. Because he'll give you a more comfortable life. Want ja, hij maakt je leven wat geriefelijker. He'll make your life better. Hij maakt je leven beter. He'll heal your body. Hij maakt je lichaam beter. He'll make you wealthy. Maakt je rijk. He'll give you happiness. Geeft je blijdschap. He'll give you a purpose-driven life. Hij geeft je een doelgericht leven. And so what do people do? In an experimental fashion, they try Jesus. En ze gaan de Heer Jezus aandoen. Ze gaan Jezus proberen. I heard Rick Warren one time give the gospel and he said we should try Jesus. Rick Warren heeft een keer gezegd, ik heb zelf gehoord, je moet Jezus uitproberen. Gewoon proberen hoe dat is met Jezus. He said try Jesus for 60 days. Probeer Jezus uit, 60 dagen. And see if he won't make your life better. En kijk dan of je leven niet beter geworden is. That is an offense to the gospel. Maar dat is een belediging voor het evangelie. That is a false gospel. Het is een vals evangelie. But many people respond to this watered down version of Christianity. Maar veel mensen geven gehoor aan dit verwaterde evangelie. Dit verwaterde christendom. And in an experimental fashion they quote unquote try Jesus. Ja, dus ze laten mensen proberen hoe het is om Jezus tussen aanhalingstekens te proberen, uit te proberen. But for the vast majority of people, their life does not improve. Maar in de meeste gevallen wordt het leven helemaal niet beter. And so they become disenchanted with the gospel. En het evangelie heeft zijn betovering voor hen verloren. And so they walk away from church. En dus verlaten ze de kerken. But they never were saved in the first place. Ze waren trouwens ook nooit behouden. Because they responded to a false gospel. Want ze hadden namelijk gehoor gegeven aan een vals evangelie. And that's why we have so many people today calling themselves backsliders. En daarom zijn velen die zich vandaag de dag terugvallers, hoe zeg je, afvalligen noemen. They've never slid forward in the first place. Maar ze zijn niet eens, ze zijn, in het Engels kun je zeggen, ze zijn teruggevallen, maar ze zijn niet eens vooruitgekomen. So now let's go back to our airplane. Nu gaan we terug naar ons vliegtuig. The stewardess is coming down the aisle. De stewardess komt weer daar door het gangpad. And this time she comes to the second passenger. Nu komt ze bij de tweede passagier. She has a parachute. Ze heeft een parachute bij zich. She says, "Sir, here is a parachute." En ze zegt, meneer, hier is een parachute. But she gives him a different reason to put it on. Maar ze geeft hem een andere reden om die parachute aan te doen. She says, "Sir, we are having engine failure." En ze zegt namelijk, meneer, we hebben machinedefect. And at any moment we may have to jump out of the plane. De motor is defect en misschien moeten we uit het vliegtuig springen. We are at 25,000 feet. En we zitten, hoeveel is het, 8 kilometer of zo boven de grond. Here is your parachute. Hier is een parachute, meneer. So what does our second passenger do? Wat doet die tweede passagier? He gratefully takes the parachute. Hij is zo dankbaar voor die parachute.
He puts it on eagerly. Hij is heel, heel happig om hem om te doen. It doesn't bother him that he's now no longer comfortable in his seat. Het stoort hem helemaal niet meer dat hij nu niet zo gemakkelijk meer zit. It doesn't bother him that the parachute is heavy on his shoulders. Het stoort hem helemaal niet dat die parachute zo zwaar is op zijn schouders. His thoughts are consumed by what would happen if he had to jump out of the airplane without the parachute. Zijn enige gedachten zijn wat hij moet doen zodra hij uit het vliegtuig moet springen, hoe hij dan die parachute moet gebruiken. That is the true gospel. En dat is het ware evangelie. We must put on the Lord Jesus. We moeten de Heer Jezus aandoen. Because one day each and every one of us will be jumping out of that plane. Want er komt een dag dat wij allemaal uit het vliegtuig zullen springen. It is appointed man once to die and then the judgment. Het is voor de mens beschikt om eens te sterven en daarna het oordeel. There was a study done recently that I read about. Er is recentelijk een onderzoek geweest waar dat ik heb gelezen. In this scientific study found that 10 out of 10 people die. Het wetenschappelijk onderzoek zegt ons dat 10 van de 10 mensen sterven. Groundbreaking research. Dat is verbazingwekkend onderzoek. Friends, none of us are getting out of this thing alive. Zie, wij komen hier nooit levend vanaf. One day we will all make that jump. Eens komt de dag dat wij moeten springen. And we must have on the parachute of the Lord Jesus to be safe in the jump. We moeten de parachute van de Heer Jezus aan hebben om de sprong te kunnen overleven. We cannot come to Christ in hopes of having a better life. We kunnen niet tot Christus komen in de hoop om maar een beter leventje te hebben. We put on the Lord Jesus to be safe in the jump to come. Maar we doen de Heer Jezus aan om veilig te zijn voor die sprong die gaat komen. Now let's go back to our stewardess. Nu gaan we terug naar de stewardess. The stewardess walks down the aisle of the plane. Komt weer die stewardess, gaat weer het gangpad af in het vliegtuig. And she's holding a pot of piping hot coffee. En ze heeft nou een kan in de hand met gloeiend hete koffie. And she trips over somebody's foot. En ze valt bijna over iemands voet. And she spills the hot coffee all over the lap of our second passenger. En ze morst die koffie over de schoot van deze tweede passagier. Does he wince in pain? Heeft hij veel pijn? Klaagt hij over de pijn? Yes. Natuurlijk. It hurts. Natuurlijk doet het pijn. When that hot coffee hits his flesh, it's painful. Als die warme koffie zijn been raakt, zijn vlees raakt, is dat pijnlijk. But then, how does he react in regards to the parachute? Maar hoe reageert hij nu voor wat betreft zijn parachute? Does he take the parachute off and throw it to the floor? Gooit hij nou die parachute van zich af op de vloer? No. Nee. Because he didn't put the parachute on to have a more comfortable flight in the first place. Hij had die parachute zelfs niet aangedaan, toch op de eerste plaats, om een comfortabele vlucht te hebben. If anything, that hot coffee on his flesh makes him hold more tightly to the parachute. Ja, wat er ook gebeurt, misschien door die koffie wordt zijn grip op die parachute wel vaster. And even look forward to the jump. En hij ziet misschien er wel naar uit om nu uit het vliegtuig te springen. Dear ones, if we put on the Lord Jesus for the right reasons. Geliefden, als we de Heer Jezus om de juiste reden aandoen. When the inevitable trials of life come. Als dan deze onvermijdelijke beproevingen van het leven komen. They will not make us want to leave Christ. Dan maakt dat niet dat we daardoor Christus zouden willen verlaten. When the loss of a job comes. Als we onze baan verliezen bijvoorbeeld. When the loss of a family member comes. Of als we een familielid verliezen. When the diagnosis of cancer is given to us. Of als we de diagnose kanker horen. It won't make us walk away from Christ. Dan maakt dat niet dat we van Christus weggaan. If we have put on the Lord Jesus for the right reasons. Als we de Heer Jezus hebben aangedaan voor de juiste reden. These trials will make us cling more tightly to Christ. Dan maken deze beproevingen dat we des te vaster aan Jezus vasthouden. And they even may make us look forward to the jump. En we gaan er meer en meer naar uitzien om te springen. Not in a fatalistic way, but just in a resting way. We zijn niet fatalistisch geworden, maar we kunnen rusten. When we rest in the sovereignty of God. We rusten namelijk in de soevereiniteit van God. When we rest in the
finished work of Christ on the cross. We rusten in het volbrachte werk van Christus aan het kruis. There is that sense in which we will look forward to the jump. Ja, er is deze zin van een uitkijken naar de sprong. I don't think any of us looks forward to the process of dying. Niemand van ons ziet uit naar het stervensproces. I don't look forward to that. Ik zie er niet naar uit. But we can face that process with confidence. Maar we kunnen het wel met vertrouwen tegemoet zien. Knowing that we will be safe in the jump. Namelijk dat we veilig zullen zijn in de sprong. We will land safely on the other side. We zullen veilig aan de andere kant landen. Put on the Lord Jesus. Doe de Heere Jezus aan. Not to have a more comfortable life. Niet om een geriefelijker leven te leiden. But to be safe in the jump to come. Maar om veilig te zijn in die sprong die gaat komen. We must realize that we are sinners who have sinned against God. We moeten ons realiseren dat we zondaren zijn die tegen God gezondigd hebben. And it is the preaching of the law that brings about a knowledge of sin. En het is de verkondiging van de wet die ons de zonde doet kennen. When you go into your living room early in the morning. Als je 's morgens je woonkamer binnenkomt. Before you turn on any of the lights. Dan nog voordat je het licht aandoet, zelfs maar. Before you draw back the curtain. Of voordat je de gordijnen open doet. The light is low. Dan is er weinig licht. Do you see any dirt in the room? Zie je dan al het vuil in jouw kamer? No, you don't. Zie je niet. But go to the window and draw back the curtains. Maar schuif het gordijn open. And let the sunlight stream in. En laat het zonlicht binnenkomen. Then what do you see? Wat zie je dan? You see dust on the furniture. Dan zie je de stof op de meubels. You see particles of dust in the air. En je ziet ook die stofdeeltjes in de lucht zweven. You didn't see it before. Die zag je eerder niet. Did the sunlight create the dust? Heeft dat zonlicht dat stof gemaakt? No, the dust was already there. Nee, het stof was er al. The sunlight exposed the dust. Maar het zonlicht heeft het stof aan het licht gebracht. It exposed what was already there. Het heeft aan het licht gebracht wat er al lang was. That is what the law of God does for us. En dat is wat de wet van God voor ons doet. It exposes how dark our hearts are. Het laat ons zien hoe donker onze harten zijn. It exposes our sin. Het laat ons onze zonde zien. It brings us to a knowledge of how sinful we are. En de wet leidt ons tot een kennis, tot een besef van onze zondige natuur. And how holy God is. En hoe heilig God is. When we diminish the preaching of the law. Dus als we de prediking van van de wet verkleinen, afvlakken. We dim the light by which men might be saved. Dan dimmen we het licht waardoor de mens behouden zou kunnen worden. A sinner must first understand that he has earned the wrath of God. De zondaar moet op de eerste plaats beseffen dat hij de toorn van God verdiend heeft. Before the mercy of God makes sense. Voordat de genade van God voor hem enig betekenis heeft. If I were to come up to one of you today. Als ik naar een van u zou komen vandaag. And say, I have great news for you. En ik zou u zeggen, ik heb geweldig nieuws voor je. I'm going to give you mercy. Ik ga je genade geven. Would that make any sense? Slaat het ergens op? No. Natuurlijk niet. I don't know any of you. You don't know me. Want ik ken jullie niet. Jullie kennen mij niet. You haven't done anything to harm me. Je hebt niks gedaan. Je hebt mij op geen enkele wijze kwaad gedaan. And so if I were to say, I'm going to give you mercy. Dus als ik zei, ik ga jou genade verlenen. You would look at me and say, what are you talking about? Dan kijk je mij verbaasd aan. Waar heb je het over? I haven't done anything to you. Ik heb je toch niks gedaan? Most people do not truly realize that they have sinned against God. Veel mensen realiseren zich niet dat ze tegen God gezondigd hebben. They have offended him. Ze hebben hem gekwetst. And because of their offense against God, God's wrath abides on them. En omdat ze God gekwetst hebben, rust Gods toorn op hen. And if we die in our sins, if we die with the wrath of God on us. En als we in onze zonde sterven met Gods toorn op ons. We will endure his wrath for all of eternity. Dan zullen we zijn toorn voor de rest van de eeuwigheid moeten verduren. In a very real place that the Bible calls hell. En het is een werkelijke, een echte plaats. En de Bijbel noemt die plaats de hel. And it will never end.
En dat gaat nooit meer voorbij. And dear friends, let's not soften hell. En laten we niet dus ook de hel afzwakken. Many preachers today, if they preach about hell at all. Als predikers al over de hel praten vandaag de dag. They say that when someone dies without sin, he is just separated from Christ. Dan zeggen ze dat als iemand in zijn zonde sterft, dat hij dan weg is, gescheiden is van Christus. You'll be separated from God for all of eternity. Dan zeggen ze, je bent van God gescheiden voor de eeuwigheid. That's not entirely true. Maar dat is niet helemaal waar. Do you know what the worst thing about hell is? Weet je wat het meest verschrikkelijke van de hel is? The most terrifying thing about hell. Het meest angstaanjagende van de hel. God. Dat is God. Because he is there. Want God is daar. Revelation 14 verse 9. In Openbaring 14 vers 9 staat. Those who are in the lake of fire. Zij die in de poel van het vuur zijn. Are tormented day and night. Worden dag en nacht gefolterd. It says in the presence of the holy angels. Namelijk in de tegenwoordigheid van de heilige engelen. And in the presence of the lamb. En in de tegenwoordigheid van het lam. The most terrifying thing about hell is God. Het meest angstaanjagende in de hel is God. Because his wrath will be poured out for all of eternity. Omdat zijn toorn door de eeuwigheid wordt uitgestort. And it will never end. En het houdt nooit meer op. Now people in hell are separated from God relationally. De mensen in de hel hebben geen relatie met God en in die zin zijn ze van hem verwijderd. There is no fellowship with God. Ze hebben geen gemeenschap met God. There is no love exchanged. Er is geen uitwisseling van liefde. So they are separated from God in a relational sense. Dus ze zijn gescheiden van God waar het gaat om de relatie met God. But judicially they are in the presence of God. Maar juridisch gezien zijn ze wel in de tegenwoordigheid van God. So let's not soft pedal hell. En laten we dus de hel niet te mooi afschilderen. It is the wrath of God that makes the mercy of God so precious. Het is de toorn van God die de genade van God zo kostbaar maakt voor ons. And we must first understand the wrath of God. We moeten eerst de toorn van God verstaan. So we see the mercy of God for how precious it truly is. Zodat we ook de genade van God werkelijk kunnen waarderen, kunnen zien hoe kostbaar die is. Let's go back to the text. Gaan terug naar onze tekst. Verse 20. And he answered and said to him, Teacher, all of these things I have kept from my youth up. Vers 20. Hij zei tot hem, Meester, dat alles heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. This was an impulsive reply from this rich young ruler. Er was een impulsief antwoord van deze rijke jongeling. Initially, when he heard Jesus cite the Ten Commandments, there was a little spark of hope. Toen hij de Heer Jezus hoorde dat hij de tien geboden aanhaalde, toen had er een beetje hoop in zijn hart. Because he recognized them. Want hij herkende die geboden. He was taught the Ten Commandments from his youth. Hij had namelijk de tien geboden vanaf zijn jonge jaren geleerd. He knew of them intellectually. Hij kende de geboden met zijn verstand. And initially there was an ever so slight spark of hope because they were familiar to him. En hij kreeg nou weer een sprankje hoop omdat hij die tien geboden zo goed kende. But if you read between the lines here. Maar als je hier tussen de regels doorleest. Behind this impulsive reply. Achter dit antwoord. I think in this rich young ruler there was a great deal of concern. Dan kun je toch wat bezorgdheid horen bij deze rijke jongeling. Because he knew deep, deep down that he had not kept the Ten Commandments. Want hij wist in zijn hart natuurlijk heel goed dat hij de tien geboden niet had gehouden. He may have tried on some superficial level. Hij had het waarschijnlijk op oppervlakkige wijze wel geprobeerd. But he knew that he had not kept them perfectly. Maar hij wist dat hij ze niet volmaakt gehouden had. For all have sinned and fallen short of the glory of God. Want alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God. The Apostle Paul says, there is none righteous, no, not one. Paulus zegt, er is niemand rechtvaardig, zelfs niet één. There is none who understands, there is none who seeks after God. Er is niemand die God zoekt, niemand die God begrijpt. So behind this impulsive response lies some doubt.
Dus hier achter dit impulsieve antwoord ligt twijfel. And then look at verse 21. En dan zien we in vers 21. Then Jesus, looking at him, loved him. Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief. And he said to him, one thing you lack, go your way, sell whatever you have and give to the poor, and then you will have treasure in heaven, and come, take up the cross and follow me. En zei tot hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop al wat ge hebt, geef het aan de armen, en ge zult een schat in de hemel hebben, en kom hier, volg mij. Much is made today of what is often referred to as the seeker-sensitive movement. Er is de seeker-sensitive movement, en mensen hebben er vandaag veel mee op. As we were discussing before, we should water down the gospel and make church more comfortable for people. Misschien vandaag de dag heb ik al gezegd dat het evangelie wat draaglijker gemaakt wordt voor de mensen. Now scripture tells us that there is only one seeker, and that is God, who worships people to seeks people to worship him in spirit and in truth. Maar volgens de schrift is er maar één die zoekt, en dat is namelijk God zelf, die namelijk aanbidders zoekt, degene die hem aanbidden in geest en in waarheid. But if you want to look for a seeker in the Bible, I suppose this man would be a good candidate. Maar als je dan toch een andere zoeker zou zoeken in de Bijbel, dan zou deze rijke jongeling een goede kandidaat zijn. Did Jesus lower the bar for this man? Heeft de Jezus de drempel voor deze man lager gemaakt? Did he say, oh, come to me, let me tell you how I can give you a more comfortable life? Heeft Jezus gezegd van, nou, kom maar hier, ik zal je wel vertellen hoe je leven wat aangenamer kan worden. I will meet your felt needs. Ik zal wel zorgen dat dus de noden die je hebt, dat erin voorzien zal worden. I will give you your best life now. Ik zal je nu het allerbest mogelijke leven geven, nu al. I will give you your purpose-driven life. Ik geef je nu je doelgerichte leven. No, he said, one thing you lack. Nee, zei de Heer Jezus, één ding ontbreekt u. Go and sell everything you have. Ga en verkoop al wat je hebt. And give it to the poor. En geef het aan de armen. Now Jesus was not talking about a works salvation here. De Heer Jezus heeft het niet om een verlossing die gebaseerd is op werken. Because that would contradict everything else in scripture. Want dat zou namelijk in tegenspraak zijn met alles, al het andere van de schrift. And he himself is the author of scripture. En hij is zelf de schrijver van de schrift. But Jesus knew that the God for this young man was his money. Maar de Heer Jezus wist dat de God van deze man zijn geld was. His wealth is what was most important to him. Zijn rijkdom was voor hem het allerbelangrijkst. His wealth was his God. Zijn rijkdom was zijn God. And Jesus looked at him and he said, get rid of it. En de Heer Jezus zei, doe het weg. That wasn't very seeker-friendly of Jesus. Dat was niet zo aardig voor deze zoeker. He didn't make things easy for him. Hij maakte het hem niet makkelijk. He was saying that one thing in your life that is most important to you. Hij zei, kijk, dat ene ding dat voor jou het allerbelangrijkste is. Your God. Jouw God. Which is your money. Jouw geld. Get rid of it. Zorg dat je er vanaf komt. And he said, then you will have treasure in heaven and come take up the cross. En dan zul je een schat hebben in de hemelen en kom, neem je kruis op. And follow me. En volg mij. I think we have lost sight of the impact of those words today. En de diepe betekenis van die woorden hebben we vandaag de dag uit het oog verloren. When we think of taking up the cross today, we usually think of just kind of making it through some tough times. Als we vandaag de dag spreken over ons kruis opnemen, dan hebben we het meestal over dat we wat problemen moeten verdragen. From time to time, somebody will come up to me and tell me this. Van tijd tot tijd komt iemand en die zegt mij dan. People have told me, Justin, you bear your cross well. Mensen zeggen dan tegen mij, Justin, je neemt op een voortreffelijke wijze je kruis op. Talking about my handicap. En dan hebben ze het over mijn handicap. Friends, my handicap is not a cross. Mijn handicap is niet een kruis, vrienden. That is not what Jesus meant. En dat is niet wat Jezus bedoelde. Taking up your cross does not mean just making it through some tough times. Je kruis opnemen betekent niet dat je door moeilijke tijden gaat. It's not talking about your sickness or disease. Het gaat niet over je ziekte, over
over je ziekte. Jesus was not referring to losing your job. Jezus had het helemaal niet over je baan kwijtraken. Or your car breaking down. Of dat je auto stuk gaat. When Jesus said, "Take up the cross," 2,000 years ago. Toen Jezus 2,000 jaar geleden zei, neem je kruis op. People knew what he meant. Toen wisten mensen wat hij betekende, wat hij bedoelde. Because they had seen crosses in action. Want ze hadden gezien wat het kruis betekende. A cross was a place of death. Het kruis was namelijk de plaats waar mensen dood gingen. A cross was an instrument of execution. Het kruis was het instrument voor de executie. And when Jesus said, "Take up the cross," 2,000 years ago. En toen Jezus 2,000 jaar geleden zei, neem je kruis op. He was saying, you must be willing to die for the gospel. Toen zei hij dus, je moet bereid zijn om omwille van het evangelie te sterven. If called upon to do so. Als ik je daartoe roep. You must be willing to surrender your life. Je moet bereid zijn om je hele leven over te geven. That is a high bar. En dan ligt de stok wel heel hoog. But that is the language of salvation. Sorry, de lat ligt hoog, maar het is wel de taal van redding, van verlossing. Dear ones, I want to chase a rabbit here just for a second. Does that make sense? It doesn't translate. I want to. Heeft iemand daar een goede Nederlandse uitdrukking voor of niet? Ja, oké. Side check. Okay. Yeah. Side check. Dear ones, on a very serious note, I want to address something. Ik wil nog iets hier aan toevoegen. When you look through the language of salvation in the New Testament, als je de taal van de verlossing in het Nieuwe Testament bekijkt, it is rather adult sounding language, is it not? Adult. Adult. Grown. Oh, sorry, adult, sorry. Okay. I'm English. It's okay. Sorry. Als je de taal van de verlossing in het Nieuwe Testament bestudeert, dan is het echt een volwassen taal. Parents, be very, very, very careful with your children. Mijn ouders, ik wil dat je heel, heel erg voorzichtig omgaat in deze taal met je kinderen. Be very careful when your little 5, 6, 7, 8, 9-year-old child comes up to you and says, I want to be saved. Wees heel voorzichtig als jouw kind van 5, 6, 7, 8 jaar tot je zegt, ik wil graag behouden worden. Mommy, daddy, I've asked Jesus into my heart. Mama, papa, ik heb Jezus in mijn hart gevraagd. I want to be baptized. Ik wil gedoopt worden. Be very careful. Wees dan heel voorzichtig. The language of salvation in the New Testament is adult sounding language. De taal van de redding, de heilstaal in het Nieuwe Testament is een taal in volwassenheid. Deny yourself. Namelijk verloochen jezelf. How many little children do you know who deny themselves? Hoeveel kleine kinderen kent u die zichzelf verloochenen? How many adults for that matter do you know who deny themselves? Of trouwens ook hoeveel volwassenen verloochenen zichzelf? Take up the cross. Neem het kruis op. It's Luke in Luke chapter 14, verse 26. In Lucas 14, vers 26. Do we just read it? Verse 26. Lucas 14, vers 26, daar staat, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder, en vrouw en kinderen, en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. That is a high bar, is it not? De lat ligt hier wel heel hoog, of niet? Jesus says, whoever does not hate his father and mother. Jezus zegt, wie niet haat zijn vader en moeder. Wife and children. Vrouw en kinderen. Brothers and sisters. Broeders en zusters. Even his own life. Zelfs zijn eigen leven. Cannot be my disciple. Kan mijn discipel niet zijn. That is a high bar. Want daar ligt de lat heel hoog. Now, was Jesus saying that we literally have to hate our own family members? Bedoelt Jezus hier dat we onze gezinsleden echt moeten haten? No, of course not. Natuurlijk niet. But what he is saying, maar hij zegt wel, is that if we truly belong to Christ, als wij werkelijk Christus toebehoren, if we have been regenerated by God's Holy Spirit, als we door de Geest wederom geboren zijn, then the love that we have for Christ,
dan is de liefde die wij voor Christus hebben should be so complete, zo volledig, so unconditional, zo onvoorwaardelijk, that even the love that we have for our own family members, dat zelfs de liefde die we voor onze eigen familie en gezinsleden hebben, would look like hatred by comparison. Die lijken daarmee vergeleken alsof het haat is. That is a high bar. Dan ligt de lat wel heel hoog. But dear friends, that is the language of salvation. Maar dat is wel, mijn lieve vrienden, de taal van het heil. We cannot pretend that Jesus just didn't say it. En we kunnen niet doen alsof Jezus het niet gezegd zou hebben. We can't pretend that it's not there. We kunnen niet doen alsof dit er niet staat. It is. Het staat er namelijk wel. Be very careful when your little children profess faith in Christ. Dus wees heel voorzichtig als jouw kleine kinderen getuigen van hun geloof in Christus. Studies in the United States show that some 75% of children. Oh, sorry. Het blijkt uit onderzoek in de Verenigde Staten dat 75% van de kinderen who are raised in church, die in kerken zijn opgegroeid, and make decisions for Christ, en zogenaamd een beslissing nemen voor Christus, and get baptized, en die ook gedoopt worden, once they grow up, dat zodra ze ouder worden, and they leave home, en van huis weggaan, and they go off to university, ze gaan op de universiteit studeren, they start their adult lives, en ze beginnen aan hun volwassen leven, 75% of them, dat 75% van die allemaal, when they leave church, when they leave the home, als, they also leave the church. Als ze het huis uitgaan, gaan ze ook de kerk uit. And they're not coming back. En ze komen nooit meer terug. Oh, but they got saved. Oh, maar ze waren wel gered. They got baptized. Ze waren toch gedoopt? They may have been baptized. Ja, dat mag zo zijn. But they were not saved. Maar ze waren niet verlost, ze waren niet behouden. A genuine Christian may stray from the Lord for a season. Een echt christen kan voor een tijdje van de Heere afdwalen. But not indefinitely. Maar niet altijd. If you truly belong to Christ, als je echt Christus toebehoort, and you stray from him, en van hem afdwaalt, he will discipline you. Dan zal hij je tuchtigen. Hebrews chapter 12, he will discipline you. Hebreeën 12 zegt dat, hij zal je tuchtigen. And he will bring you back. En hij zal je terugbrengen. So what we're seeing is that all of these children, the vast majority of them, may have been baptized, but they were not saved. Dus de grote meerderheid van al deze kinderen was dan weliswaar gedoopt, maar ze waren niet behouden. Don't discourage your children when it comes to the gospel. Je moet je kinderen ook niet ontmoedigen als het op het evangelie aankomt. Teach them the gospel. Onderwijs ze het evangelie. Teach them about repentance and faith in Christ. Onderwijs ze over bekering, over geloof in Christus. And if they profess faith in Christ, en als ze hun geloof in Christus belijden, then watch them. Dan hou ze dan in het oog. See if you see a change in their lives. En kijk of je echt een verandering in hun leven ziet. If your little 8-year-old boy professes Christ on Tuesday, als jouw kleine 8-jarig jongetje op dinsdag Christus belijdt, aanneemt, if God saves him, he's not going to lose his salvation if he's not baptized the next Sunday morning. Dan is hij echt niet verloren als hij dan de volgende zondag niet meteen gedoopt wordt. Watch your children. Kijk, observeer ze. I think something very interesting about salvation is this. Er is iets interessants over de verlossing. Salvation should look pretty much the same in everybody. De behoudenis moet bij iedereen ongeveer hetzelfde uitzien. Regardless of their age. En het maakt niet uit hoe oud iemand is. Whether you're talking about a child at age 8. Of je nou spreekt over een kind van 8 jaar oud. Or a senior adult at age 80. Of iemand die op de hoge leeftijd van 80 is. Salvation should look the same. De behoudenis ziet er hetzelfde uit. There should be a change in that person's life. Er moet namelijk een verandering zijn in het leven van die persoon. There should be a godly sorrow over sin. Er moet namelijk een respect voor God zijn en een verdriet over de begaande zonde. Not just a guilty conscience. Niet alleen maar een schuldig geweten. But a vertical, a godly sorrow over sin. Maar werkelijk een besef van zonde, een verdriet jegens God over de begaande zonde. There should be a hunger for the word of God. En er moet een honger komen voor het woord van God. There should be an increasing pattern of holiness. En de heiligheid in het leven moet zich ontwikkelen. It does not mean we are perfect. Betekent niet dat we al volmaakt zijn. Salvation is not perfection.
Behoudenis betekent niet dat we volmaakt zijn. It's direction. Maar het geeft een richting aan in ons leven. Over time there should be an increasing pattern of holiness in that person's life. In de loop van de tijd moet er een toename zijn van heiligheid in het leven van die persoon. There should be a love for the brethren. En er moet liefde zijn voor de broeders. All of these things should be there. Al deze dingen moet je kunnen zien. Regardless of the age of the person. Ongeacht de leeftijd van die persoon. So I'm just saying to be very, very careful with your children. Dus daarom zeg ik dat je heel voorzichtig moet zijn aangaande je kinderen. Watch them. Hou ze in de gaten. And maybe we should examine ourselves. Maar misschien moeten we ook onszelf wel onderzoeken. To see if these things are in our lives. Om na te gaan of deze dingen wel in ons leven zijn. Going back to the text now, Mark chapter 10. We gaan nog terug naar Marcus 10. Look at verse 22. Marcus 10, vers 22. But he was sad at this word and went away sorrowful, for he had great possessions. Maar zijn gelaat betrok bij dat woord en hij ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. Jesus told this rich young ruler that he must deny himself and take up the cross. Jezus zei aan deze rijke jongeling dat hij zichzelf moest verloochenen en zijn kruis moest opnemen. The rich young ruler was not willing to do that. Maar hij was niet van plan. Hij was niet bereid dat te doen. Jesus gave him an opportunity. De Heer Jezus gaf hem de gelegenheid. But he refused. Maar hij weigerde. Dear friends, I want to say this to you. Lieve vrienden, ik wil jullie dit zeggen. I stand or I sit before you as a preacher who believes in Reformed theology. Ik zit hier voor jullie als een prediker die gelooft in de gereformeerde theologie. I believe in the doctrines of grace. En ik geloof ook in de doctrine, de leer van de genade. I believe in God's sovereignty and salvation. Ik geloof in Gods soevereiniteit aangaande de behoudenis. But I also believe in the responsibility of man. Maar ik geloof ook in de verantwoordelijkheid van de mens. Scripture teaches both of these. De schrift leert ons beide. They are both true. Beide zijn waar. The gospel has been presented. Het evangelie wordt wel eens voorgesteld. And when it is presented, we are responsible for what we hear. En als we dat dan horen, zijn we ook verantwoordelijkheid voor wat we gehoord hebben. If you're not certain of where you are with in your salvation. Als je niet zeker bent waar je staat ten aanzien van de behoudenis. I would encourage you to examine yourself. Dan wil ik je aanmoedigen om jezelf te onderzoeken. To see if you're in the faith. Om jezelf te onderzoeken of je in het geloof bent. Do you have that godly sorrow over sin? Heb je dat goddelijke berouw over de zonde? Do you have a love for the Lord? Heb je liefde voor de Heer? For his person. Voor zijn persoon. Is there an increasing pattern of holiness in your life? En is er een toename van heiligheid te zien in je leven? Have you repented of your sins? Heb je je bekeerd van je zonde? And dear ones, genuine repentance is in and of itself granted by God. Een geliefde, echte, waarachtige bekering wordt al gegeven door God. God grants repentance. God geeft berouw. So if you're not certain where you are, cry out to God. Dus als je niet zeker weet waar je staat, roep het dan uit tot God. Ask him to grant you repentance from your sins. En vraag dat hij je genade geeft, berouw geeft over je zonde. And place your faith, your trust in the risen Lord Jesus Christ. En stel je vertrouwen in de opgestane Jezus Christus. There is salvation in no one else. Er is alleen maar in hem behoudenis, in niemand anders. The rich young ruler was almost saved. De rijke jongeling was bijna behouden. The great Baptist preacher and evangelist Charles Spurgeon says this. De grote evangelist en baptistenprediker Charles Spurgeon zei. The man who was almost saved. De man, degene die bijna behouden was. Is like the drowned man who was almost rescued. Is als degene die verdronk terwijl die bijna gered was. The condemned man hanging from the gallows. Het is de veroordeelde die aan de galg hangt. Who was almost pardoned. Die bijna verontschuldigd was. So this afternoon, are you saved? Dus vanmiddag is de vraag, bent u gered? Or are you almost saved? Of ben je bijna gered? Let's close in a word of prayer. En laten we afsluiten met een gebed. Lord Jesus, you responded to this rich young ruler by asking him, why do you call me good?
Heer Jezus, u gaf antwoord aan deze rijke jongeling door te zeggen, waarom noemt ge me goed? You were not correcting him. U corrigeerde hem daar niet. You were leading him. U leidde hem. Because there is only one who is good, and that is God. Omdat er in werkelijkheid maar één goed is, en dat is God. And you are God. En u bent God. You are affirming your deity. En u bevestigt uw goddelijkheid. Affirming the Lord, your lordship. U bevestigt uw heer zijn. In making a claim on his life. En u legde een claim op zijn leven. So Father, we recognize the Lord Jesus as our Savior and our God. Vader, we erkennen onze Heer Jezus als onze Verlosser en als onze God. That there is salvation in no one else. En we beleiden dat er in niemand behoudenis is, niemand anders. As your gospel has gone out today. En zoals ook het woord verkondigd wordt vandaag de dag. We pray that your Holy Spirit would convict of sin, righteousness and judgment. We bidden dat de Heilige Geest zal komen om om te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en eeuwig oordeel. Would convict of the truth of the gospel. En ons zal overtuigen van de waarheid van het evangelie. These things we ask and pray in Christ's name. We vragen al deze dingen en bidden het in Jezus' naam. Amen. Amen.